Nou, een bijzondere dag. Annemarie Jong is in het Wennekerpand en gaat zo de voorstelling Ram spelen. En we zitten eigenlijk in het, een van de belangrijke decorstukken van de voorstelling. Ja, zo niet het enige decorstuk. <laughs> ja, ik heb gekozen voor, um, ja, voor mijn trademark. Hè. Heel veel mensen ja, kennen of herkennen me aan mijn mond. Als ik hem niet stift, is het waar is je rode lippenstift? Nou, bij deze, ik draag rode lippenstift in de voorstelling. En ik dacht, ik zet ook meteen die hele grote muil van meneer. Je bent uh, lange tijd in Schiedam geweest uh, in je leven, een groot deel van je leven heb je daar ook uh, doorgebracht. Hoe is het nou om in uh, Schiedam uh, op te gaan treden? Hartstikke leuk natuurlijk en ook hartstikke spannend, want uh, uiteraard komen er veel bekenden, uh, familie, maar ook uh, ja, duikt er altijd wel weer iemand op uit mijn verleden en ik ben heel benieuwd wie dat deze avond zal zijn. Vertel eens wat over je tweede voorstelling, wat is dat voor voorstelling? Nou, het is een voorstelling uh, geschreven door mijzelf, uh, met monologen van uh, karakters die me intrigeren. Karakters die ik herken uit, het, uh, uit mijn dagelijks leven of uit mijn uh, fantasiewereld. Want sommige zijn wel echt verzonnen. En die mensen hebben allemaal een verhaal. En uh, die verhalen zijn eigenlijk door elkaar verweven. En aan het eind komen ze allemaal samen. Ja, als ik dan toch een synopsis moet geven. Um, en er wordt ook tussendoor gezongen. En ik heb gekozen om de liedjes als mezelf te zingen. Dus het is niet een musical waarbij de personages ineens gaan zingen. Maar het is, uh, ja, het is wel degelijk een one-woman show. Maar wel met uh, verschillende karakters. Hoe is dat om zelf uh, voor een groot deel ook verantwoordelijk te zijn voor die voorstelling? Aan de ene kant heel uh, spannend, maar. Daarnaast, natuurlijk, ontzettend gaaf. Want ja, als iets succesvol is, uh, dan, dan is het ineens heel tof. Als blijkt dat je het zelf allemaal hebt uh, veroorzaakt. En um, ja, sowieso is het heel leuk om anderhalf uur lang uh, de boog te spannen op een avond. Dat is heel anders dan wat ik normaal doe, zeg maar, met, met mijn collega's op de vloer. En nu heb, ben ik ook nog verantwoordelijk voor de inhoud dus, um, en de productie. Dus. Ja, want je hebt uh, musical onder andere gedaan. Bij André van Duin heb je in de revue uh, gestaan. Ja. Dan is dit natuurlijk een heel andere tak van sport in je vak. Ja, dat klopt. Ja. Ja, meestal ben ik gewoon een van de ingrediënten van, van de taart. En nu um, heb ik ook al die ingrediënten samengebracht. Zo zie ik het maar zelf. En maak ik mijn eigen taart. Wat krijg je over het algemeen aan uh, reacties op je voorstelling? Nou, alleen maar fantastische reacties natuurlijk. Nou, mensen zijn um, niet alleen, uh, hoe moeten ze lachen zeg maar, maar uh, ze zijn ook ontroerd. En dat vind ik een groot compliment. Want ik wil ook juist even de diepte in met de mensen. Ik wil ook uh, laten zien dat mensen. Verschillende kanten hebben en dat gedrag ergens vandaan komt. En euh, nou ja, dat er nou, leven, dood, dat soort thema's, nou dat wekt altijd wel emotie op. En heel veel mensen blijken niet te weten dat ik dan kan zingen. Nou ja, ik kan dus zingen bij deze. Dan nog één vraag, en dat is een vraag die veel Schiedammers ook bezighoudt. Met name op zaterdagavond. Jij bent ervaringsdeskundige, dus jij zou die vraag misschien kunnen beantwoorden. Wie is de mol? Ik voel hem aankomen. Nou, ik zal je dit vertellen. Ik heb vanmiddag, en het is nu woensdag, 23 januari. Ik heb vanmiddag gepoogd aflevering 1 te kijken. En toen belde er weer iemand en toen kwam er weer iemand langs. En voor ik het wist, heb ik dus heel aflevering 1 nog niet gezien. Dus lieve mensen, ik heb werkelijk geen idee. Ik heb juist de, de, de personages langs zien komen. De, de kandidaten. Ik zit wel binnenkort in Moltock, dus ik moet me wel degelijk voor gaan bereiden. Nou, ik ga je daar heel veel succes mee toewensen en natuurlijk ook met de voorstelling. En mochten mensen het nou niet in Schiedam hebben kunnen zien, kom je nog elders in de buurt? Ja, zeker. Ik kom nog in Barendrecht. Uh, uit mijn hoofd, uh, ja, in Gouda kom ik nog wel. Als je het hebt over een beetje regionaal, dan kom, komen die twee steden wel het dichtst in de buurt. Maar ja, je kan altijd op mijn site kijken, daar staat de, daar staat de speellijst. anne Dankjewel. Graag gedaan.